Hoi, mijn naam is Indy. Mijn naam is Jane. En vandaag gaan we laten zien hoe je de oorkleppen doet. Ah, oké. Okay. Je begint dat eentje op zijn knieën zit en één op zijn buik. Shane, dat is de kluis. En Indy gaat die kluis openbreken. Hij begint door met zijn knieën aan allebei de kanten van Shane's oor te zitten. De kluis die heeft zijn handen goed onder zich. Hij wil natuurlijk niet opengebroken worden. Met twee handen pak je de elleboog. En doe maar even aan deze kant, Indy, want dan kun je het beter zien. Die elleboog, dat is de deur van de kluis. En die kan je een klein beetje naar achter trekken. Trek hem maar een klein beetje naar achter. Trekken, trekken, trekken. En je gaat net zo lang door, totdat de bil van Shane een klein beetje omhoog komt. Heel goed. Als je dat hebt, dan weet je dat hij hoog genoeg is. En dan kan je hem doorboren. Je maakt van je hand een boor en je boort hem door zijn arm heen. En wacht even in. En je zorgt ervoor dat jouw hand op zijn rug ligt. Nu loop je om. Pak je met je andere hand om het hoofd heen en heb je je eigen arm vast. En met je borst kan je hem zo in de houtgreep duwen. Oké. Nu gaat Shane weer liggen. En nu mag je precies hetzelfde voordoen, alleen dan rol je deze kant op. Dus je begint nu bij de andere arm. Trek hem omhoog, dit hebben we allemaal gezien al. Doorsteken, omlopen, onder zo doen, iets langzamer. En daar zo heb je hem vast. Nou, heel goed. Dat was hem. Of gaat Zenu nog een keertje doen? Oh. En echt op wedstrijdsnelheid. Oorkleppen. Twee handen doorboren. Omlopen. En vast. Keurig, mannen. Doei!